Voorzitter, het ging vandaag al heel even over het document dat deze zomer is opgeleverd door de VVD en D66. En één groot thema ontbrak daar, dat was stikstof. Ja. En toen ik daarna vroeg, was het antwoord, daar is het demissionaire kabinet mee bezig, dus dat zie je met Prinsjesdag. Dus ik vol verwachting al die stukken lezen, misschien heb ik iets overgeslagen, maar ik zie niks van een extra aanpak om stikstofcrisis aan te pakken. Kan de heer Jetten me uitleggen waarom niet? Heer Jetten. Ja, nou voorzitter, dan dat schildpleinstukje in mijn spreektekst. Ik zou ook de vraag naar het kabinet willen doorgeleiden. Ook volgens mij dus vandaag weer rechterlijke uitspraken die gewoon vergunningen doorhalen. En dat laat zien dat die stikstofcrisis gewoon groot is. Dat hetgeen wat we doen nog onvoldoende is. En dat zal extra inspanningen vragen. En als de formatie langer voortduurt, dan zal denk ik heel Nederland naar dit demissionaire kabinet gaan kijken om toch meer te doen op stikstof. Dus ik ben erg benieuwd. We hebben van alles gelezen al in de kranten waar het kabinet mee bezig zou zijn. Verstandige dingen las ik daar, zoals gerichte uitkoop van piekbelasters rondom natuurgebieden. Ik ben erg benieuwd hoe het daarmee staat en wanneer we eventuele nieuwe plannen van het kabinet kunnen verwachten. Heer Klaver. Nou, voorzitter, ik was deze zomer mild toen het stuk kwam, omdat ik begreep, dit is zo acuut, kunnen we eigenlijk niet wachten tot een nieuw kabinet, dus het demissionair kabinet moet met plannen komen. Maar die mildheid is er nu niet meer. Ik zou willen dat dit tijdens de formatie was opgelost. Maar ja, zolang het CDA en de VVD niet met ons willen spreken, of met wie dan ook eigenlijk in deze zaal, om tot een kabinet te komen, moet het hier in het parlement gebeuren. Ja, en het betekent echt dat we de doelstelling moeten ophogen. Het CDA heeft het in de landbouwvisie opgeschreven, dat we naar 50% reductie moeten in plaats van 30%. Ja. Dat is winst. Ik dacht, dat gaat dit kabinet gelijk doen. Is niet gebeurd. Moeten we volgens mij als Kamer het initiatief toenemen. En hetzelfde geldt voor die gerichte uitkoop waar nu onderzoek naar is gedaan. We moeten deze begrotingsronde die stappen zetten. Want als we dat niet doen, kan er niet gebouwd worden. Nederland gaat op slot. Vergunningen worden vernietigd en dat is heel veel onzekerheid voor boeren. Ja. Dus kunnen we daar dit najaar ook samen in optrekken om alsjeblieft dit probleem op te lossen. Het kabinet doet er niets aan. Jette. Ja, voorzitter, het kabinet is bezig en mijn vraag zou dus zijn, wanneer kunnen we daar nieuwe voorstellen op verwachten? En ik vind stikstof overigens een mooi voorbeeld hoe we met deze Kamer, of eigenlijk met de vorige Kamer, toch ook politieke verschillen hebben kunnen overbruggen. Ik weet niet meer precies welke partijen er allemaal bij betrokken waren, maar volgens mij CDA, VVD, ChristenUnie, D66, SP, SGP, 50+ hebben vorig jaar een stikstofakkoord gesloten. En er is nu meer nodig, dus wellicht kunnen we weer de politieke verschillen overbruggen om op stikstof weer nieuwe stappen te zetten. Heer Klaver, tot slot. Jette, kijk, onze politieke liefde is een publiek geheim. Dus als ik nu iets heel kritisch ga zeggen, dan weet u hoe erg ik dat meen, want dat zou ik anders niet doen. Maar je kan niet menen dat die stikstofwet van vorig jaar een mooi voorbeeld was over hoe politieke verschillen werden overbrugd. We wisten toen al op basis van het advies van Johan Remkes dat je 50% reductie nodig had en er werd 30% reductie afgesproken. Alle experts zeiden toen al, deze wet die gaat het niet langer dan een jaar volhouden en het is gebleken. Die wet houdt het niet langer dan een jaar vol. Er moeten nu al aanvullende maatregelen komen. Dus in plaats van een politiek compromis wat we zoeken, we moeten gewoon doen wat nodig is. En we weten dat al heel lang. Het CDA is mee. Die zeggen nu 50% reductie. Dat is mooi. En nu de volgende stap als het gaat over het gericht uitkopen. Voldoende budget vrijmaken. We kunnen niet de begroting van LNV afronden, wat mij betreft, voordat er ook echt een oplossing ligt voor die stikstofproblematiek. En ik hoop echt dat we daarop samen stevig kunnen optrekken. Want daar is meer voor nodig dan alleen een vriendelijke samenwerking. Het geduld is hier echt op. Hmm. Ja, voorzitter, dat stikstofakkoord toen, dat heeft D66 toen ook gezegd, was een eerste stap en nog niet genoeg om de stikstofproblematiek helemaal aan te pakken. Waarom ik het wel een goed voorbeeld vond, is omdat daar politieke tegenpolen toch de verantwoordelijkheid voelden om in ieder geval een begin te maken met die stikstofaanpak. En daar moeten nu flinke scheppen bovenop.